seul mot et je ne comprends pas, comprends. Veux du thé? Ja, lekker hoor. Oké. C'est un jour comme un autre. Et pourtant, tu t'en vas. Tu t'en vas vers une autre. Sans me dire. Een beetje Facebook vanavond, hè? Facebook, hè? Facebook, ja. Moet je niet naar het café of zo? Naar het café? Ja. Ik mag daar toch niet meer binnenkomen? Ze hebben me eruit gejaagd. Dat weet jij toch wel? Ach, jawel joh, je mag er wel lang weer in. Ik heb het al lang weer goed gepraat met die lui. Je moet gewoon een beetje uitkijken wat je doet. Ik bedoel, met een geklets en geroddel over anderen heel de tijd. Ik had niet gedacht dat jij dat weer goed gepraat zou hebben. Ja. Dat jij dat voor mij doet. Nou, dat mag in de krant, hoor. Ja. Ik ga gelijk de krant bellen. Nou, na al dat gedonder in Raalte wat we gehad hebben met dat geklets en geroddel van jou, dus zijn we niet voor niks weggejaagd. En dat je dan ook nog in het gekkenhuis hebt gezeten en de Sint van Zes. Ik heb daar geen zin meer in. In het gekkenhuis? Ik heb daar gewerkt. Ik heb me daar kapot gewerkt in het gekkenhuis. De hoeveel kont ik niet afgeveegd heb. En hoeveel hondenbroek ik nog niet heb gewassen. Nee, dit vind ik niet leuk van jou. Ik heb altijd de kost verdiend voor jou. Ik heb zelf in het gekkenhuis gewerkt. Tuurlijk zijn we weggejaagd uit dat dorp. Omdat ik gewoon wel eens wat vertel, ja. Wat ik hoor. Nou, en staat toch ook in de krant? Waarom mag ik dat dan niet vertellen? Ja, we zitten hier in Amsterdam. Dit is heel anders, hier de mensen zijn niet anders. Dus hou nou gewoon je waffel en pas je aan. Want ik vind het hier leuk en ik wil hier niet weg. Nou ja, ik begin het hier wel een beetje leuk te vinden hoor. Nu ik de kroeg weer in mag, ja, het begint toch wel een beetje leuk te worden. Maar ik wil één ding tegen jou zeggen. Kijk, als ik zal ophouden met dingen te vertellen. Hè? Is heel moeilijk voor mij, want dat doe ik zo graag. Als jij geen rare dingen gaat zeggen over mij dat ik in het gekhuis heb gezeten, terwijl ik daar gewoon gewerkt heb. Zullen we dat afspreken? Dat is goed. Oké, dat is een deal. Dat is een deal. En dan ga ik mooi weer naar de kroeg, maar dan ga ik morgen weer hoor. Oké. Ik ga morgen weer naar de kroeg, ben er wel blij mee. Ik ben heel blij mee dat ik weer mag komen. Echt maar. Nou, laten we het zo houden dan. Ja. Hoi. Hey Kitty. Hey Linda, toch? Ja, ik hoorde dat ik weer binnen mocht komen. Mijn dochter zei dat. Want ik krijg toch gelijk, dat zul je zien hoor, ik krijg gelijk. Maar ik blijf hier maar, want ja, ik vind dat wel leuk daar. Zie, dat doet ze nou altijd, dat oude wijf. Ze pakt ook altijd mijn vriendjes af, tenminste dat probeert ze. Lekker dan weer. Ik wil graag vriendjes met jou worden op Facebook. Maar dat kan niet, want je kan me niet vinden, want ik heb een andere naam, een valse naam. Nou, vind ik wel een beetje raar. Waarom mag ik niet vriendjes met jou worden, maar jij wil wel vriendje met mij worden? Ja, ik wil zelf mijn vriendjes uitkiezen. En niet dat ze mij uitkiezen, maar ik wil alleen hun uitkiezen. Echt waar, je bent echt net zo gek als je moeder. Ik snap niet waarom, maar je bent echt net zo gek als je moeder. Vergelijk me nou niet met mijn moeder, want daar lijk ik dus helemaal niet op. Hè. Kijk, ik lijk veel meer op mijn vader, daar. Moet ik aan hem jouw hand vragen? Als ik dat zo bekijk, het lijkt wel een hoerentent. Oh! Theo, dit neem je terug. Dit is een nette zaak. Sorry hoor, ik zat met mijn tong in de slip. Nou Theo, het is dat je zielig bent, want je vrouw heb je pas verlaten. Dus bij deze laat ik het zitten. Oh, ik ga weg. Ik ben gek van die lui. Waar ben jij met Annie geweest? We verderop in het park. We hebben een vluggetje gedaan. Patatje met mayonaise en ketchup. Annie, ik ben zeer teleurgesteld in je. Ik al jaren en jaren, want ik wil lekker vrij. Ik kan doen en laten wat ik wil. Annie, dit was niet de afspraak toen wij voor het altaar stonden. Ach man, die flauwekul, die poppenkast. Ik wou het al helemaal niet, maar jij wou zo graag. Hebben die mensen toch problemen? Jongen, ik ben een beetje moe van. Nou, is niet te geloven. Je krijgt een biertje van me, maar je gaat wel apart zitten, ja? Nou, bedankt. Maakt mij ook niks uit hoor. Boven in mijn hoofd.
Ik zit heel lekker in een kroeg en ik ben een aardsmaat. Nou, ik ben er een beetje moe van. Ik gooi ze dan wel lekker zomaar het een allemaal uit hier. Halleluja. I hope it doesn't explode in here. Still got it. Er komt rook uit daar. Dat is niet te geloven. Doe me denken aan Korea. Zeg dat niet, dat woord Korea. Dat is mijn syndroom. Ja, maar die van mij ook. Dat is de bom. Ja, hebbers. Nu zijn we bevrijd. Ja, actie. Naar buiten toe dan mee. Naar buiten toe dan mee. Hey guy, you have a gun? Hey, I have a gun. What kind of gun? What do you have? I got an assault rifle, M16. Very nice. Do you carry it with you? No, I just keep it at home for shooting cans. What kind of cans? Mexicans, Puerto Ricans. Don't give a fuck. Whatever you want. Okay. You have to go. Okay. Well, I better go then. Okay then. That's nice. You get out, you know, you take this fucking... Why is my face to blame, friend? I'm back in the la la la. Yeah. La 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 la. Wat zijn dat voor flapsen? Wat is dit? Oh! Ja, we gaan het daar. Ja, dat is een heel erg. Dit doe je met je. Het is verschrikkelijk dat we er zo uitgezet worden. Het is toch verschrikkelijk hoor. Daar gaan we tegen, protesteren.